Oké, ik kreeg een vraag binnen van Maaike over hoe belangrijk een cap is in het paardrijden. Nou ja, eigenlijk ligt dat wel een beetje voor de hand. Het is natuurlijk wel heel belangrijk. Ik zie nog steeds wel filmpjes van mensen die zonder cap rijden. Gelukkig zijn dat wel mensen die dat voor zichzelf kunnen beslissen, want die hebben al een bepaalde leeftijd. Maar ik heb zelf iets meegemaakt dat mijn paard viel en ik viel mee. Op de stenen. En toen heb ik een hersenbloeding gekregen. Dus ik weet hoe belangrijk het is dat je een cap draagt. Ik droeg op het moment van dat ongeval ook een cap. Dus die heeft ook mijn leven gered. En nu ben ik gelukkig weer helemaal volledig hersteld. Maar ik ben er dus echt heel erg van bewust. En ik heb het dus ook aan de lijve helaas mee moeten maken hoe belangrijk een cap is. En ja, ik vind het. Ik reed vroeger ook met een hoedje op wedstrijd. Het was toen altijd, hè, vanaf het set mocht je toen met een hoedje rijden. Maar eigenlijk geeft hij ook wat weinig bescherming. Of eigenlijk helemaal geen bescherming, moet ik zeggen. Dus ja, ik vind het heel belangrijk om een cap te dragen. En ik word gelukkig gesponsord door GPA. Die heeft hele veilige helmen. En ja, weet je, dat is voor mij het allerbelangrijkste. En hij zit ook nog comfortabel en hij is ook nog heel luchtig. Dus dat is een mooie bijkomstigheid. Maar de veiligheid en de bescherming van je hoofd, want je hebt er maar één. En hier zit toch alles in je hoofd, zit toch de hele aansturing van je lichaam in. Dus wees daar heel zuinig op. En vandaar dat ik de cap in de paardrijden, bij het paardrijden heel belangrijk vind. Heb je ook nog een vraag? Dan kun je die onder deze video kun je die aan mij stellen. Wie weet beantwoord ik jouw vraag in een volgende video. Maar in ieder geval, helmpje op.